De derde gitaarles voor beginners alweer. Welkom. Ben blij dat jullie weer zijn. We gaan oefening 6 tot en met 11 doen. En we gaan weer verder met de vingers. Nu op de B-snaar en de E-snaar. Vorige les hadden we de G-snaar gedaan. Oké, even weer geheugen opfrissen. We waren bezig met wisselslag, doorvallend. Jullie kunnen altijd even een klein beetje opwarmen. En eerst. Tot het mooi klinkt. Op de vijfde positie. Vierde positie. Tweede positie. Goed. De B-snaar. Dan hebben we op het eerste vakje de C. En dan op het derde vakje de D. Dan zul je afvragen, waarom is het nou zo dat je de A op het tweede vakje hebt en de C op het eerste vakje? Dat is toch ook maar een toonverschil. Klopt, maar tussen de B en de C zit een halve toon en tussen de G en de A zit een hele toon, oftewel twee vakjes. Een halve toon is één vakje, steeds een halve toon verder zie je. Dus we gaan van B naar C, dat is een halve toon. En dan naar D, dat zijn twee halve tonen, kijk maar. Ja? Goed, dus B, C, D. Als je dat nou eerst even een tijdje oefent. Ja. Dan hebben we dus G, A, B, C, D, E. Tot nu toe. Oefening 6. Daar is nog iets nieuws, behalve de C. Je hebt de achtste noten. Je ziet dan dat twee kwartnoten verbonden zijn met een streepje ertussen. En dan wil het zeggen dat het achtste noten zijn. Die zijn twee keer zo snel. Dus als je bijvoorbeeld maat 1 telt, dan krijg je ta, ta, ti, ti, ta. B, C, B, C, D. Ja? En je kunt op twee manieren verbinden, twee noten met één streepje, maar ook vier noten met een streepje, zoals je ziet in maat 2 en 3. En dan heb ik in maat 2 C, B, D, C aan elkaar. Dus dan krijgen we ta, ta, ti, 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 ti. Ja, je zou ook kunnen zeggen appel, chocolade. Met woorden. Soms is dat makkelijker dan met cijfers. 1, 2, 3 en 4 en. Kun je ook zeggen. Goed, het hele oefeningje speel ik even. Ik zal het er even bij zingen. Het is altijd goed om erbij te zingen, om de notennamen ook goed tot je door te laten dringen. Dus ik krijg het. B, C, B, C, B, 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 C, B, B, C, B, G, A, B, C, D, A, G. Hier afdempen op het laatst. Of bij tellen. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. En 1, 2, 3.
zonder. Oh ja, je ziet ook dat ik bij de C een 1 heb gezet en bij de D een 3. Ja? Dat wil zeggen dat je de eerste vinger hebt en de derde vinger. Soms is dat een hulpje. Soms kun je het er ook zelf bij schrijven om iets meer geheugensteun te hebben. Goed, bij 7 heb ik weer iets nieuws. Dan heb ik de eerste noot, dat is een A, zien jullie? Dat is een halve noot met een punt erachter. Als er een punt achter een halve noot komt, dan komt de helft van de halve noot, die is dus 2, en de helft is 1, komt erbij. Dus voor dit 2 plus 1 is 3. 3 tellen. Verder eigenlijk geen nieuwe dingen. Ik speel hem. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 4. Ja, nog een keer. Einde deze keer. Het klinkt niet alsof het stukje af is. Goed, oefening 8. Ja, dan krijgen we de E-snaar. Dus dan heb ik E, F, G. Ook hier weer, tussen de E en de F, zit een halve toon. Dus je gebruikt het eerste vakje voor de F. Dan tussen de F en de G zit een hele toon. Twee vakjes. Dus dan krijg je E, F, G. E, F, G. Ja? Oké. Dan zou je zeggen, hé, maar we hadden toch al een G? Dat is deze, hè? G. Ja, dat is de lage G. En dan hebben we hier de hoge G. Later krijg je nog een lagere G erbij. Dus deze G. G, G, G. En nog een hogere G heb je. Maar komt later. Ja? Dus G. G. Nou, ik speel hem even. Gaat ie. Namen. E, F, E, G, F, G, F, E, E, G, F, E, D, F, G, E. Nog een keer zonder. Oké, in oefening 9 hebben we ook iets nieuws. Dan zie je in de derde maat 3 D's met een puntje erboven staan. En daarna nog een gek tekentje. Nou, voor mij is het niet zo gek, maar iemand die dat nog nooit heeft gezien misschien wel. En dat is een rust. Een rust wil zeggen dat je even stil bent. Dat is een kwartrust. Dus net als dat je een kwart noot hebt die 1 tel duurt, duurt deze rust 1 tel. Ja? Goed. Dus maat 3 hebben we 3 D's met een puntje erboven. Die punt betekent staccato, kort. Dat doe je zo. Gelijk afdempen met een andere vinger. Hoor je? Kort, kort, kort. Oké, en dan die
tweede stukje. Ja? Nog een keer. Gaat ie. Oefening 10 heb ik een achtste rust geschreven. In die achtste rust ook één achtste noot. Dat is een noot met een vlaggetje eraan. Dus als je één achtste noot schrijft, dan maak je een kwartnoot, een bolletje met een stokje, en dan komt er nog een vlaggetje aan. Dat is een achtste. Dus die duurt korter, de helft van de kwartnoot. Tweede maat komt het eerste akkoord en onder het akkoord staat een P. De P wil zeggen dat je dat met de duim aanslaat. In het Spaans heet duim pulgar. Dus dan krijg je, weet je dat, drie noten bijna tegelijk aanslaat. Kijk, je kunt ze wel tegelijk aanslaan, maar dat doe je later, dan zou je dat zo doen. We doen het nu met een soort slagje. Ja? Dus die duim weer zo naar beneden. Boven het eerste akkoord heb ik even aangeduid dat je naar beneden moet aanslaan. Dus dat zeg maar dat haakje wat je daar ziet staan, dat betekent dat je naar beneden moet. Verder niks nieuws. Ik zal hem even spelen. De derde maat is misschien een klein beetje lastig voor de eerste keer, want dan heb je een achtste, een kwart, een achtste en dan weer twee kwarten. Dus dan krijg je ti-ta, ti-ta, ta. Een tango ritme hoor je. Ta-ta, ta-ta, ti-ta, ti-ta, ta. Kort, lang zou je kunnen zeggen. Ja? Oké. Als je dat eenmaal weet, dan speel je het altijd goed. Conti. Als je erbij telt, krijg je zo. 'Akkoord waar ik steeds één vinger erbij heb. Dus in de eerste maat heb ik de vinger, de C erbij, het C-akkoord. Dan heb ik in de tweede maat een A, een B en een E. Zie je dat? Dus heb ik die, de A erbij. Een dissonant akkoord. Dat heet dissonant. Dissonant betekent dat het spannend is. En dan krijg ik weer een dissonant akkoord in maat 3 met de F erbij, G, B, F.
Ja? Dat komt omdat tussen de B en de F ook spanning is. Ja, dat heet een verminderde kwint. Dat komt later nog wel. Dan heb ik weer de C-akkoord en ik eindig weer leeg. Ja, dus allemaal achter elkaar wordt het. Ja? Nou, daar kun je allemaal ook een beetje mee gaan spelen. En dan weet je bijvoorbeeld. Gewoon dingen te verzinnen. Je kunt ook natuurlijk de hoge, ook al weet je niet, nog niet wat ze voor noten zijn. En met je duim, lage snaren bijvoorbeeld. Dit was het weer voor vandaag. Als je het leuk vindt om deze lessen te volgen, abonneer je graag. Laat ook iets weten hieronder bij de commentaren. Je kunt natuurlijk vragen stellen, die beantwoord ik altijd. Je kunt ook naar mijn website gaan. En oh ja, niet te vergeten. De bladmuziek die ik net gespeeld heb, die kun je op mijn Patreon pagina vinden en daar gratis downloaden. Ja? Oké, de link staat hier ook op de YouTube hier beneden. Tot de volgende keer weer. Dag!